Wat is er zwaarder? Hier een half uur lang staan, handtekeningen uitdelen en lachen en de foto gaan? Of daar even een 100 meter harder lopen? Nou, toch wel die 100 meter harder hoor. Nou ja, die gaat wel heel snel voorbij. Maar dit is niet zwaar. Dit is gewoon heel leuk om te doen. Super veel enthousiaste kids die gewoon blij zijn om op de foto te gaan. Ja, dat doe je graag toch. Die hebben de dag van hun leven, lijkt het wel. Nou ja, dat hoop ik. Ik hoop dat we ze lekker inspireren met z'n allen en dat ze zelf ook lekker sporten. Ja, want hoor je nog verhalen van die kinderen, met name kinderen, dat ze zelf atletiek doen, wedstrijden lopen? Nee, de meesten zijn denk ik te verlegen om wel iets te vragen of zo. Eentje vroeg wel de beste tip voor horden lopen, maar dat is natuurlijk moeilijk. Ik heb geen flauw idee hoe de meisje loopt, maar ik zei hard sprinten tussen de hordes. Zo makkelijk kan het zijn, hè? Veel oefenen, ja. Ja, dat ook. Ja. Ja. Nou, hoe was het om weer te lopen na een paar lastige jaren hier bij de Hengelo? Ja, superleuk. Dit is een van de leukste wedstrijden om te doen gewoon met thuispubliek. Ik merk gewoon dat atletiek steeds meer gaat leven. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Ja, krijg je toch een sfeertje, krijg je motivatie van die mensen die nog eventjes naar je roepen vlak voor de start. Ja. Dat is leuk. Was jouw seasons best? Zag ik. Dat is niet zo heel gek. Dat is niet zo lastig als die eerste wedstrijd is. Klopt, tuurlijk had ik gehoopt wat harder te lopen, maar... Eerste wedstrijd weet ik ook dat het nog niet top gaat. Dus ik ben vooral blij dat ik weer fit ben en dat ik hopelijk elke wedstrijd nu beter kan gaan lopen. Ja, en waar loop je nu letterlijk naartoe? Wat moet het hoogtepunt van het jaar worden? WK in Eugene natuurlijk en ook nog een EK zelfs. Dus een mooi jaar voor de boeg.